weekoverzicht van 7 tot en met 11 oktober. De grootste voetbalvereniging van het Gooi, Victoria, vierde vandaag 8 oktober haar 120ste verjaardag. Maar zondag begint het feest pas echt. Zondag beginnen we met het feest van de jubileum. En hebben de hele zondag hebben we extra wedstrijden tegen Ajax. De eerste speelt de competitiewedstrijd. En dat is eigenlijk het begin van het hele jubileumfeest, wat we het hele jaar door zullen blijven vieren tot begin juni aan toe. We hebben wel een paar dips gehad. Was bijvoorbeeld in 1939, toen was er nog maar één lid. Dat was Harry David. Die heeft de club gered en vervolgens vriendjes erbij gehaald om de club weer nieuw leven in te blazen. Dus er zijn in de verloop van de tijd wel behoorlijk spannende momenten geweest. Maar sinds eind 80e jaren is het een club geweest van 700 leden en inmiddels 1200 leden. Dus het is behoorlijk aangegroeid. En zeker door de focus op de jeugd is dat zo sterk kunnen groeien. We hebben in totaal zo'n 90 teams, inclusief senioren. Elke jeugdteam, selectieteam zit in de hoofdklasse. We hebben ook sinds een aantal jaren steeds meer meisjes die hier voetballen. Inmiddels zijn er 100 meisjes die hier voetballen. En nou, dat zijn we ook echt aan het promoten om dat meisjesvoetbal naar ons toe te halen. En je ziet ook zelfs vanuit de hockey steeds meer meisjes bij ons komen voetballen, wat de sfeer verhoogt. Het UWV organiseerde vandaag een banenmarkt in het stationsgebouw. Wij spraken met Cathy Geurts. Er staan denk ik in totaal ongeveer 55 werkgevers, waarvan er 18 ook nog in de vorm van speedmeets in contact komen met werkzoekenden gericht op vacatures. En 45 werkgevers die presenteren zich meer op een algemene manier. Iedereen kan er langslopen en kan kijken van nou is dit een interessante werkgever voor mij om mogelijk bij te gaan werken. En dan hopelijk ontstaat er een match tussen werkgever en werkzoekende. Wij vonden het opvallend dat er vooral in deze tijd van de economische recessie toch zoveel bedrijven hier wilden komen staan. En ook echt wel wat grotere bedrijven. Nuons, Capino, Connection. Nou, het zijn gewoon wat grotere namen die hier ook staan. En die toch gewoon echt wel vraag hebben naar nieuw personeel. Het was dit jaar wat makkelijker om de een of andere reden om werkgevers te krijgen dan vorig jaar. Dus nou ja, of dat iets zegt weet ik niet, maar het is in ieder geval een positief teken. En zijn er resultaten al bekend? Nou, dat gaan we hopelijk bij de borrel al een beetje evalueren. Er zijn in ieder geval een grote opkomst aan werkzoekenden. Je moet denken aan dat er ongeveer 1300 werkzoekenden vandaag langskomen. Wat wij terughoren van werkgevers is dat daar veel goede kandidaten tussen zitten. Dus wij hopen dat veel oplevert voor beide partijen. En bij de speedmeets, daar verwachten wij toch wel goede resultaten. Want ook daar krijgen we positieve geluiden van de werkgevers terug. Dus wij hopen dat er toch veel mensen aan een baan komen op deze manier. In het filmtheater was woensdagavond 9 oktober de aftrap van het eerste Hilversumse filmfestival. Filmtheater Hilversum, is dat de aanleiding voor dit festival? Ja. Onder andere, niet alleen die 35 jaar, maar ook het feit dat we hier 5 jaar in ons eigen filmtheater zitten aan het Herenplein. Dus het is eigenlijk een dubbel jubileum. Wat we hebben aangegrepen om een lang gekoesterde wens een eigen festival waar te maken. Waarom is dat zo'n lang gekoesterde wens? Nou ja, het is iets wat er nog niet is in Hilversum. En wij als Stichting Filmtheater Hilversum willen natuurlijk de filmkunst promoten. En wat is nou een mooiere manier om dat te doen door middel van een filmfestival? Het thema is muziek. Dat betekent dat van de ongeveer 30 films die er geprogrammeerd staan, dat ongeveer de helft het thema muziek heeft. En dan muziek in de meest brede zin van het woord. Met de bedoeling om een hele brede doelgroep te interesseren? Ja, absoluut. En ook om de verbinding te maken naar de gemeente Hilversum als mediastad. Waar ook de radioomroepen zitten en gewoon een heel erg link naar muziek is. Is er ook nog een concours aan verbonden? Dat is een vakjury en prijzen? Nee, op dit moment niet. We hebben wel de publieksjury. Dus mensen nadat ze bij de film zijn geweest kunnen een score geven aan de film. En daaruit zal een publiekswinnaar uit naar voren komen. We hebben dit jaar nog geen vakjury. Het is wel iets waar we heel erg over aan het aan het denken om dat andere jaren wel te gaan doen. Het is de eerste editie dat we het doen. Dus we hebben ervoor gekozen het hier echt nu het feestje van het filmtheater te maken. Maar absoluut met de insteek om er een jaarlijks terugkerend groot evenement van te maken met een landelijke uitstraling. Die potentie heeft Hilversum en dat kunnen wij absoluut waarmaken. Dus dat is de bedoeling om dat de komende jaren door heel Hilversum uit te gaan rollen. En ervoor te zorgen dat iedereen uit Nederland het filmfestival Hilversum kent. Het Beatrix Drum & Bugle Corps zorgde voor een muzikale opening.
Na het optreden was het tijd om over de rode loper naar binnen te gaan. Daar werden de genodigden hartelijk ontvangen. Ook de burgemeester was aanwezig op het festival. Vanmiddag op het Malieveld en nu weer op het Herenplein. Wat gaat er door u heen allemaal? Het is ongelooflijk, ja. Van het dieptepunt naar het hoogtepunt. Nou ja, het waren eigenlijk allebei wel hoogtepunten. Dit natuurlijk ook prachtig. Dat filmfestival van Hilversum. De eerste in de geschiedenis. Eerste eeuw, ja. Maar Malieveld moet ik zeggen, was ook wel inspirerend. Veel mensen. Emotioneel? Ja, het is, je weet dat politiek het eigenlijk al gebeurd is. Het is een wonder als ze nog komen. Dat zei natuurlijk de staatssecretaris ook wel. Maar het is goed dat we daar allemaal waren. Zoveel mogelijk mensen er waren. Die 260.000 mensen die een petitie hebben ondertekend, is natuurlijk echt veel in korte tijd. En ik vond het, Jan Slachter heeft dat geweldig georganiseerd. De dag eindigt dan weer goed. Onder luid applaus opende de burgemeester de eerste editie van het filmfestival in Hilversum. Leo Blokhuis, expert op het gebied van popmuziek, introduceerde de verrassingsfilm 20 Feet from Stardom. Een film over achtergrondkoren van muzikale legendes in de 21ste eeuw. De filmweek loopt vanaf vandaag tot en met zondag. Woensdag 9 oktober zijn we langs geweest bij Speelotheek De Steeg. Deze week is het de week van de opvoeding, dus besloten wij om hier een kijkje te nemen. Wij spraken met Vigret Hekspoor en Herma Veurink. Waarom is opvoeding zo belangrijk? Opvoeding is zo belangrijk omdat je wil dat kinderen opgroeien in deze maatschappij. En zich daar ook kunnen handhaven, zal ik maar zeggen. En je wil dat kinderen op een goede manier opvoeden, zodat ze ook later deel kunnen nemen aan deze maatschappij. En daarvoor is nu al belangrijk dat je goed gaat opvoeden. Wat is daar het belangrijkste in de opvoeding? De opvoeding is het belangrijkste in dat kinderen respect krijgen voor zichzelf als eerste plaats. Respect hebben voor hun ouders en respect hebben voor hun meerdere. Wat wordt er allemaal georganiseerd rondom de week van de opvoeding in Hilversum? Er zijn een heleboel activiteiten. Onder andere vanochtend is er een ontbijt geweest in Hilversum Noord in het nieuwe wijkcentrum. Er is een knutselworkshop, er zijn theaterdingen, op muziekgebied zijn er dingen georganiseerd. En aanstaande vrijdag is hier een spelletjesavond georganiseerd waar mensen vanaf 8 uur heel erg welkom zijn in de Speelotheek. Hoe reageren de ouders op deze activiteiten? Ik heb net iemand gesproken hier in de Speelotheek, die was vanochtend bij het ontbijt geweest in Noord. Die vond het ontzettend leuk. Het is vandaag de week van de opvoeding, wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel goed initiatief en ik zie dat heel veel verschillende instanties daar mee doen. Ja, ik vind ze heel leuk en heel samenbindend lijkt me. Ja. Wat betekent dit voor uw kinderen? Ja, voor nu. Ik ben nu eigenlijk voor het eerst in de Speelotheek en ik zie dat ze het heel erg leuk vinden. Dat ze helemaal enthousiast zijn van het speelgoed dat hier is. En ze spelen graag, dus voor hun is het ook leuk. Wat vindt u van de activiteiten die hier deze week worden georganiseerd? Denkt u dat het nut heeft? Ja, ik denk dat het heel veel nut heeft, want ik denk dat opvoeden nog steeds een soort iets is waar moeilijk over te praten is. Waar mensen een beetje een soort schaamte over hebben en ook gelijk een waardeoordeel van wel of niet goed. Maar ik zeg, ja, het is altijd goed, maar sommige wegen lopen dood in opvoeding en dan moet je een andere weg zoeken. Maar geen gêne of geen schaamte, het is gewoon leuk om het over te hebben. En dat doet deze week, die maakt het leuk en bespreekbaar, uitnodigend en enthousiasmeren mensen. En daarom vind ik het heel fijn, deze hele week van de opvoeding. Ik ben niet tegen bezuinigen. Ik ben tegen verkeerd bezuinigen. En de laatste 100 miljoen die de politiek wil afhalen bij de publieke omroep, is te veel. Te horen en te zien. De publieke omroep demonstreert vanmorgen in Den Haag tegen een extra bezuiniging van 100 miljoen euro. De burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes, mediastad Hilversum zelfs, zal ook aan die demonstraties meedoen. Meneer Broertjes, goedemorgen. U bent burgemeester van Hilversum. Waarom steunt u deze demonstratie? Ja, voor Hilversum is natuurlijk van levensbelang dat er een gezonde en sterke publieke omroep blijft. Want dat is een van de levensaders van Hilversum. Kunt u een beeld schetsen wat er in het ergste geval zal gebeuren in Hilversum als die 100 miljoen euro doorgaat? Ja, lange rijen voor de sociale zaken, voor het loket. Mensen die werkloos worden en die een uitkering proberen te krijgen. Als vakbond zijn wij
overal actief. En ons motto is niet slopen, maar bouwen. Stop met het slopen. Stop met die bezuinigingen en begin eens aan de andere kant. Investeer juist nu in de samenleving. Investeer in de publieke sector. Investeer in mensen. De discussie is niet of Hilversum zijn steentje bijdraagt. Natuurlijk bezuinigen wij ook. Iedereen in Nederland bezuinigt. Ook de publieke omroep. Ik ben niet tegen bezuinigen. Ik ben tegen verkeerd bezuinigen. En de laatste 100 miljoen die de politiek wil afhalen bij de publieke omroep is te veel. De publieke omroep moet een totaalprogramma kunnen brengen. Van amusement, drama en kwalitatieve grote documentaires, kleine documentaires, programma's die diep gaan. Die zijn belangrijk voor de opvoeding van onze jeugd, voor de verdieping van het publiek. Daar ben ik een voorstander van. En als we dat weghalen, dan zeggen we over 5 jaar hadden we dat maar niet gedaan, want we kunnen nu nog alleen maar praten in Twittertaal. Politiek, pas op, handen af van de publieke omroep. In totaal hebben 261.460 mensen de petitie ondertekend. En dat is echt een verpletterende petitie in 3 weken tijd. Ik heb begrepen in petitieland dat dit echt een record is. In zo'n korte tijd 261.000 mensen! En die mensen die vinden ook dat wij moeten bezuinigen, die 200 miljoen. Maar zijn tegen die 100 miljoen. En wij hopen echt dat u het wil heroverwegen. Ik vind het een enorm aantal en ik vind dat er vandaag ook heel veel mensen staan hier op het Malieveld. Betekent dat dat wij de publieke omroep gaan wegbezuinigen? Absoluut niet. Absoluut niet. Wees niet bang voor al te grote dromen. Ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. Hoe ijdel zijn de dingen die je hebt voorgenomen. Het mooiste overkomt je, het minste is bedacht. Dank u wel. En leve de publieke omroep. Het college is natuurlijk niet voor die bezuinigingen. Want los van wat je mag denken over de publieke omroep, voor Hilversum is het ongelooflijk belangrijk dat we die werkgelegenheid en die investeringen waar hij het net over had, die maar opgehouden worden, dat dat gewoon doorgaat. Hoe belangrijk is de media voor Hilversum? Heel belangrijk. De economie van Hilversum steunt voor een groot deel op die media. En als dat wegvalt, dan heeft Hilversum een heel groot probleem. Het is niet alleen de publieke omroep, er zit heel veel achter. Mensen die direct bij de publieke omroep werken, dat zijn er zo'n 5000. Er zijn heel veel ZZP'ers, freelancers die daarvoor werken. Maar ook al die facilitaire bedrijven, de belichters, de cutters, de editors, de geluidsmensen, allemaal, die werken allemaal voor de publieke omroep, maar zijn daar niet bij in dienst. Dan ook nog alle toeleveringsbedrijven, dus de mensen die het bloemetje komen brengen, of de pizza's of die schoon komen maken, noem maar op. Als je dat bij elkaar optelt, dan heb je het over 30.000, 40.000 banen die op het spel staan. Verdwaald hier in Den Haag, maar ik denk bewust verdwaald. Ja, dat klopt. Dus bij Hilversum staat natuurlijk vierkant achter de publieke omroep. Dus het kon niet zijn dat ik hier als fractievoorzitter met mijn partijgenoten hier niet ben. Wat vond je van de reactie van wethouder Rensen? Ik vind het heel goed dat Jan Rensen benoemt ook dat er ook meer werkgelegenheid verloren gaat en dat er geen investeringen zijn. Dat is voor Hilversum gewoon geen goed nieuws. En het is zeker voor de medewerkers van de omroep geen goed nieuws, dus dat moet ook stoppen. Hoe groot is de werkgever van de omroep in Hilversum? Groot, want er werken 5000 mensen bij de 6000 mensen bij de publieke omroep. Nou, laat daar de helft van in Hilversum wonen. Dan heb je dus over duizenden mensen. Ja, en dan moeten we ook denken aan de toeleveringsbedrijven, die er heel veel zijn. Ja, daar hebben we laatst ook mee gesproken. En de Dutch Shoes en United. Nou ja, die hebben natuurlijk echt ook een groot probleem op termijn, omdat ze minder programma's, dus ook minder facilitaire voorzieningen. En dan ja, dat gaat dus een negatieve spiraal naar beneden. Zo heeft elke omroep natuurlijk wel een bepaalde invalshoek waar je iets ziet verdwijnen, dat je gaat zien en horen. Ja, zeker. Dus ik zal mijn best blijven doen om als freelancer om toch ook Hollandse zaken en weer een documentaire. Ik ga weer een documentaire van Max maken om te proberen om het zo goed mogelijk te doen. En ik hoop dat jullie als lokale omroep ook een beetje iets kunnen invullen
van wat de publieke omroep dan misschien landelijk laat liggen. Want goede lokale, provinciale televisie, ik woon in Utrecht, RTV Utrecht is belangrijk, ook voor onze regio. Zoals jullie belangrijk zijn voor Hilversum en omstreken. Onze programma's bezuinig je niet 1, 2, 3 weg. Teken de petitie op niet123weg.nl. Kinderdagverblijf Studio Kakelbond was vandaag het toneel voor de prijsuitreiking van de beste opvoedtip voor ouders. Dit in het kader van de Landelijke Week van de Opvoeding. De winnares kreeg een oorkonde, een bosje bloemen, een handdruk van de wethouder en entreekaartjes voor beeld en geluid. Centrum voor Jeugd en Opvoeding Hilversum is de initiator van deze prijsvraag. We hebben ontzettend veel reacties gekregen van ouders en wij vinden het ook heel belangrijk dat ouders elkaar daarover tips geven. Want eigenlijk weet je als ouder het beste hoe je je kind op moet voeden. Annette Schuit heeft de prijs gewonnen. En haar advies was, neem een kop koffie en kijk op een afstand is waar je kind mee bezig is. Neem daar ook de rust voor. Als die koffie op is, ga je lekker naast je kind zitten en speel met hem of haar samen. Deze prijs is echt goed, omdat er zit alle rust in. Eigenlijk de rust nemen om naar je kind te kijken en om naast je kind te gaan zitten, kijken wat er gebeurt en vervolgens daarop aan te sluiten als ouders. En wat vindt de doelgroep zelf van deze tip? Deze week wethouder Erik Boog over de Week van de Opvoeding. Ja, we hebben deze week Week van de Opvoeding. Dat is een landelijk themaweek. En daar doen we als Hilversum ook weer voor de derde keer aan mee. En het Centrum voor Jeugd en Gezin in Hilversum heeft samen met allerlei partners activiteiten georganiseerd over opvoeden. En dit jaar is het thema Word Spelende Wijs. Om eigenlijk extra aandacht te vragen voor het belang van spelen in opvoeding. En het zijn hele leuke activiteiten, heel breed. Voor ouders, met ouders, maar ook voor professionals die werkzaam zijn met de jeugd. Levert heel veel op. En een van de activiteiten van de Week van de Opvoeding is vandaag het uitreiken van de Gouden Opvoedtip. Dat heb ik hier mogen doen in Studio Kakelbond, kinderopvang op het Mediapark. En heel veel mensen konden inzending doen voor een opvoedtip. En daar hebben wij de beste voor uitgekozen. Nou, dat is in ieder geval heel goed nieuws. Ik begrijp ook dat er vanuit Den Haag nogal bezuinigingen zijn op de onderwijshuisvesting. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, daar hebben we wel zorgen over, want het kabinet heeft besloten om minder geld beschikbaar te stellen voor onderwijshuisvesting. Dat treft ook de gemeente Hilversum. We zijn natuurlijk in Hilversum de afgelopen jaren heel druk bezig geweest met te investeren in nieuwe goede schoolgebouwen. Ook renovatie en verbouw. Maar als die plannen doorgaan van het Rijk, dan is er veel minder geld beschikbaar. Ja, en dat betekent voor Hilversum dat we de plannen die we nog hebben, dat we die niet zou kunnen uitvoeren. Of we moeten minder gaan investeren in onderwijshuisvesting, of we moeten elders in de begroting geld gaan vinden en moeten we dus elders gaan bezuinigen. Dus dat is heel lastig, daar leggen we ons niet zomaar bij neer. Dus ik ga de komende tijd lobbyen met heel veel andere wethouders uit andere gemeentes. Lobbyen tegen die bezuiniging. Dus ik zal regelmatig in Den Haag zijn om te kijken of we die bezuiniging tegen kunnen houden. Even buiten Hilversum Noord, aan de nieuwe Krijloseweg, ligt het dierenasiel Krijlo. Het zit nu behoorlijk vol met dieren en daarom laat ik er een paar zien. Hier in het kattenhuis wordt al op me gewacht. Hier zien we Ziva, Pony, Stomper, Movie, Morrie, Spaki,
Bounty. Lolly. En Willem. Het asiel heeft ook knaagdieren. Zoals chinchilla's. Cavia's. Langoorkonijnen. En ook kortoorkonijnen. Hier in het hondenhuis zien we Luca en Rocky. Op het buitenterrein Kiki, Mila, Rex, Bobby en Tessa. Deze en nog veel meer dieren wachten op een baasje. Ga ook eens kijken bij Dierenasiel Kraarlo.